Thomas Verhaar, waarom lukt het vanavond niet om te winnen van Achilles? Ik denk omdat we de kansen niet afmaken. We hebben geloof ik genoeg riante mogelijkheden gehad om te scoren. Dus dat hebben we niet gedaan. En dan, ja, dan speel je 0-0. Wat zo gek is aan Sparta, ik heb wedstrijden van jullie gezien dat jullie flink uithalen. Dan vliegt de ene naar de andere bal hier erin. Maar ook wedstrijden, dat we dit toch vaak zien, dat het rendement opeens zo laag is. Dat fluctueert zo erg. Hoe kan dat nou toch? Ja, als we dat wisten, dan zou dit niet gebeuren. Ik denk dat het wel positief is dat we zoveel kansen creëren. Ik denk dat we in de eerste, na 30 minuten al met 3-0 voor hadden moeten staan. En dat, de ene keer gaan ze er wel in en dan wordt het een grote uitslag. En de andere keer, zoals nu, gaan ze er niet in. En het, het is gewoon kloten. Dat je die kansen creëert is positief. Begrijp je wel het gefluit, het gejoel na afloop na 0-0 tegen Achilles? Natuurlijk begrijp ik dat. Als je kijkt waar Sparta vandaan komt, dan snap ik dat er supporters zijn die hier niet tevreden mee zijn. Verder wil ik daar ook niet heel veel over zeggen, want dat zij fluiten, dat is hun goed recht. En dat het niet goed genoeg was, dat leek mij duidelijk. Maar dat wij daardoor beter gaan voetballen, dat denk ik ook niet. Concurrentie doet vandaag wel weer goede zaken. Sommige clubs tenminste, die winnen wel. Jullie krijgen een heel zwaar programma. Maak je zorgen dat de play-offs misschien niet eens behaald gaan worden? Ja, realiteit is dat de stand op de ranglijst gewoon dramatisch is op dit moment. En dat we alle zeilen bijlen moeten zetten om die play-offs te redden. Dat programma, je weet toch van tevoren dat je ze allemaal krijgt. Je moet gewoon zorgen dat we de punt gaan pakken. Is er ook ergens iets van hoop te vinden waardoor het tegen die ploegen misschien juist wel lukt? Omdat die misschien anders spelen? Of? Nou kijk, we spelen afgelopen vrijdag een wedstrijd waarbij we niet eens schot op goal tegenkrijgen. En gewoon drie doelpen te maken. En vandaag is het eigenlijk bijna precies hetzelfde. Dus ik vond Achilles wel wat dreigender dan Fortuna. Maar als je de verhouding op het veld bekijkt, dan zijn die gewoon net zoals alle andere grote ploegen die tegen Achilles spelen. Alleen wij maken die kansen niet af. En ik weet zeker dat wij tegen Roda, tegen NEC, tegen Eindhoven ook kansen gaan creëren. En dat we hebben volgens mij laten zien dat we daar ook gewoon punten kunnen pakken. En daar houden we ons aan vast. Jullie krijgen vandaag best veel hoekschoppen en vrije trappen ook. Ook daarbij is vaak het rendement bij jullie wel hoger. Ja, klopt. Die waren vandaag ook gewoon niet goed. Daar kunnen we heel duidelijk over zijn. En meer kan ik daar ook niet over zeggen.